de Nieuwe Zolder. Dat is iets dat ik van in mijn jeugd eigenlijk altijd naartoe kwam. Het is echt een familiegebeuren. Er is voor ieder wat wils. Ook voor mensen die fan zijn van lawaaiige auto's die daar rondjes draaien. Het is allemaal plezant en er is een heel veel grote VIP gebeuren. Ook voor de gewone mensen die daar een hotdogje of een fritje willen komen steken, is er voldoende voorzien. Het is echt een heel leuk samenkomen van autoliefhebbers. Ik vind het een superleuk evenement, veel leuker dan andere evenementen. Vooral omdat er heel veel te doen is, heel veel mensen komen erop af, dus ja, zeker en vast. De 24 uur zolder, dat is oorlog, hè? Dat is war. Hè? Nog 24 uur te gaan en de start wordt nu gegeven. We zijn vertrokken voor een enmaal raceplezier en de pole position pakt ook de eerste plaats. Het is mijn eerste keer dat ik hier ben en ik vind het wel de moeite. Ik vind het echt interessant. Ik ben eigenlijk echt al een autofan en zo. En het is de eerste keer dat ik eens mee mocht met mijn ouders. Dus ik ben wel blij. Ik kwam vroeger heel dikwijls kijken naar de auto's. Ik had een paar goede vrienden meereden. Maar vandaag is het gewoon te werken. De 24 uur van zolder is voor mij ambiance. Op en naast het circuit. Het is een soort Ronde van Vlaanderen sfeer, maar dan met auto's. En dat is super top. Ik vind het heel goed georganiseerd. Vooral heb ik ook kleine kinderen bij en die amuseren hier, zoals je kunt zien, heel goed. Voor de ouders, wat wil ze? Voor de kinderen, wat wil ze? Dus fantastisch, zou ik zeggen. Superleuk! Zalig, echt gewoon in het zonnetje, windje daarbij, de achtergrond, de auto's. Dus ja, onbeschrijfelijk. Dus voor mij is dat, je ziet het misschien niet met mijn bril op, maar op dit ogenblik heb ik tranen in mijn ogen. Je kunt alles meemaken van echt heel dichtbij, maar toch, kijk nu, het is net iemand die helemaal uit de dingen is gegaan, dus het is fantastisch eigenlijk. Je kunt genieten van elk klein detail en dat je in alle areas zeg maar kunt gaan. En vandaar van dichtbij te bekijken hoe die mensen dat doen is echt onbeschrijfelijk eigenlijk. Het is echt een meerwaarde voor iedereen, je moet het gewoon meegemaakt hebben denk ik. We hebben natuurlijk onze die-hard autosportfans, waarvoor de 24 uur natuurlijk een heel groot feest is. Maar in de paddock hebben wij zo'n een DJ-line-up gezet met verschillende podia, dat we natuurlijk ook mikken dat er s'avonds eigenlijk nog een nieuwe vlaag van bezoekers komt om verschillende bekende DJ's aan te moedigen. Vroeger speelden we met kleine autootjes. Dat was kaplezant. En als je dat autootje afpakt, dan is dat tranen met tuiten. Nu kunnen we komen zien naar onwaarschijnlijk grave auto's. En die worden nu niet afgepakt. Je kunt er gewoon 24 uur komen kijken en luisteren, want je moet dat voelen. Okay? Dat is, als er zo een voorbij scheurt, dat doet wel iets met een mens. Dat lawaai ook. Dat. Ik kan het niet uitleggen. Je moet komen en dan voel je dat. Oh,